die vind ik ook heel mooi. Ik vind zo'n poeken lijken die auto's. En dit is Luc. Dit is Rob Visser. En ik ben Sandy Visser. Stop, Caitlin. Jouw beste vriend, hè, opa? Nee, maar ik wou in de kast. Tegen Emily, opa is jouw beste vriend, hè? Ja. Welke vinden jullie het mooist? Welke outfit vindt het mooist, Emily en Caitlin? Welke? Emily, de groene. Welke, die groene?
En welke vind jij mooi, Caitlin? Die twee van ons en die van oma. En, oh, en deze vindt Caitlin mooi. En onze twee auto's. En die vond ze ook heel mooi, die daar. Vond je ook heel mooi, toch? Oh, die ook. Die daarnaast, de pick-up. Die heeft wel een leuke houten bak. Chickies niet meenemen. Ja. Ja. Ja, jong lid. Ja, neem je zussen mee. Los boven de grond. Schiet op dan. Voor dat papa's ziet. En niet te veel doen, want dan blijf je met je kleren ergens aanhangen. Dan scheur je alles voorop. Voor dat papa's ziet. Van papa. Ik was Emily kwijt. Emily, waar ben je nou? Ik ga Emily zoeken hoor. Ik weet niet waar ze is. Caitlin. Daar houdt ze maar wel aan. Mevrouw, bent u aangereden dat je op de motorkap ligt? Nee. Wat ben je dan aan het doen? Zonnen. Aan het zonnen. Wij deden dat vroeger wel op het dek van een boot, maar om nou hier te gaan liggen zonnen. Auw. Ik ga even Emily zoeken, ik ben Emily kwijt. Oh, daar is ze. Oh, daar komt papa. Bukken, Luc. Bukken, Luc, daar komt papa. Ik was niet meer aan het bakken en die andere die is net of weer op het strand ligt. Hallo meneer. Hallo mevrouw. Gefeliciteerd. Dank u wel. Met je trouwdag. Trouwdag? Wanneer? Ja, 39 jaar toch? 39 jaar. Hallo. 30 jaar getrouwd vandaag. Zeg even dat hij niet toet. 39 jaar. Dadelijk is die accu te leeg. Gaan wij dat ook volhouden? Nee, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Kijk. Zo mag het horen. De Titanic on wheels. Caitlin. Jawel. Ja.
did you do? Oh, 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 oh. Toeter van papa's auto gaat toet 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 toet. En nou niet meer, nou is het klaar. Zijn jullie de auto aan het schoonmaken? Jongens, wat zegt mama dan? Als papa dat? Oh. Oh. Dat was ook wel. En we kregen nou een ding met rijst. En daar zit ik achter mama. En Emily? Emily zit bij papa daar achterin. Jij ook. Ja, loop ik naar voren. En het staat eruit ook al. Elke dag leuker. Ja, want... Het was wel zo leuk. Het was de leukste. Ja, mijn mama heeft een vlecht in. Ja, ik zeg, kijk, Caitlin, ik heb een vlecht in, maar je ziet het bijna niet. Ja. Maar ik ga dan de maart zo pluizen en ik heb vanmorgen geen zin had om het eerst te gaan drogen voordat we weggingen. En mijn Caitlin lag ze helemaal in deuken. Ja. Ja. Wat? Dus ik zeg, vind je het wel leuk staan? Ze zei, ja, maar ook een beetje grappig. Dus ik zeg,
gaan. Vind je het dan wel leuk of vind je het eigenlijk gewoon niet leuk staan? Ik vind het super leuk staan. Oh, leuk. Toch wel? Wat lief. Oh. Maar ook super grappig. Dus ik heb echt nooit een vlechtenmaar. Ik kan me niet herinneren dat ik een vlechtenmaar heb gehad. Misschien wel als kind. Dat zou mijn moeder wel weten. Kijk, opa rijdt er staan we op te wachten. 10, 9, 8, 7, 6. Opa, zeg maar 10, 3. Wat een mooie auto. Staat hoe lang zou het zijn? 10 meter? Staat hij weer de garage in? Hoppakee. Rob. Hoe lang is de Cadillac met de aanhanger samen? Hoe lang is de Cadillac met de aanhanger samen? 25 meter. Nee, dat klopt niet. Die auto is iets van 6 meter. Ja, goede 6 meter. En die aanhanger ook. 5 of zo. Pa! Opa! 11, 12 meter. Opa! 10 meter. Opa! Hoe lang is de... Hoe lang is de Cadillac met de aanhanger erachter? Ja, dat weet ik ook niet. Achtervolg mij heel de dag. Maar hoe lang is die samen? Ja, je gaat er, niet harde, je gaat er anders niet harder van rijden. 11 meter bij elkaar. 11 meter? Nou, ik zei 12. Ik zei 10. Is dat toch in de buurt dan, hè? Ik zat 10. Ze hadden er allebei een metertje naast. 6 en meter. 11 meter.